Michael Maria, eerste pot voor NAC, 4-0 overwinning. Ja, je kan denk ik slechter beginnen. Ja, dat klopt. In ieder geval mooie overwinning. Mooi debuut. Team heeft gewonnen. En ik denk dat wij als team zijn de supporters wel trots hebben gemaakt dit keer weer. Je liep al een tijdje mee bij NAC op het trainingsveld. Was het dan vandaag nog lastig op het veld om de connectie te vinden met je medespelers? Of liep dat juist daardoor juist vlekkeloos? Nee, ik moet nog wel wennen. Maar dat is denk ik ook logisch. Ook aan de spelers, het team, hoe er gespeeld wordt en alles. Maar met de tijd gaat het allemaal vlekkeloos worden. Je hebt vandaag best lang volgehouden. Ze hebben het altijd over wedstrijdritme. Is dat iets wat je gemist hebt, wat je merkt bij jezelf? Of is dat eigenlijk wedstrijdritme iets wat overdreven wordt? Ja, wedstrijdritme is denk ik voor iedereen verschillend. Ik heb er vandaag minder last van gehad. De trainer vroeg me ook of het goed ging. Ik gaf aan dat ik me goed voelde. Maar wel geen risico nemen. Maar ik voel me wel fit. Alleen nog niet dat ik het niveau haal wat ik behoor te halen. Als je dan terugkijkt op vandaag, hoe vond je dan dat het tot nu toe is gegaan? Gezien ook de situatie waar je misschien in zit? Qua teamverband bedoel? Nee, bij jou persoonlijk? Oh, voor mij persoonlijk, zeg ik eerlijk, ben ik niet tevreden. Ik heb weinig kunnen inbrengen. Vind ik persoonlijk zelf gezien. En hopelijk is dat in de volgende wedstrijd beter. Je komt hier uit de omgeving, geloof ik, hè? Ik kom uit Eindhoven. Wat was jouw beeld bij NAC eigenlijk voordat je hier binnenkwam? Ja, het is een grote club. Super toffe supporters. En ja, ik heb ook bij Etten-Leur bij Internos gespeeld, dus in Etten-Leur gewoond. En ook hier zelf stage gelopen, nog in die periode dat ik gescout werd. Dus NAC is gewoon een toffe club, hoor. Ja, want je hebt best wel een tijdje gewacht en hier eigenlijk in de wachtkamer gezeten. Wist je met vrijwel 100% zekerheid dat je uiteindelijk hier een contract zou tekenen, of was het toch nog ergens iets van een onzekerheid? Nee, tuurlijk. Voetbal is niks zeker totdat er getekend wordt. Alleen, ik heb wel altijd goede contact met de trainer gehad. We hebben elkaar het woord gegeven en ons ook daaraan gehouden. En ik ben blij met mijn beslissing. Zondag mag je weer aan de bak, denk ik, hè? Ja, ik hoop het wel. Ik hoop het wel. Ik denk, als ik persoonlijk naar mezelf kijk, ben ik niet tevreden. Maar ik hoop wel dat ik zondag weer kan laten zien dat ik het beter kan. Succes zondag, dankjewel.